Waarover we verder spraken met de parlementariër is het feit dat de president nu na de consultatierondes het besluit heeft genomen of instructies heeft gegeven over dienstreizen en volgauto's. Deze zullen nu aangescherpt worden. En zo mogen ministers nu bijvoorbeeld in principe slechts gebruik maken van één volgauto. En dat is dan ook, tenzij dat noodzakelijk is, het gebruik van sirenes, met uitzondering van de president, is nu verboden. Het inhalen op de weg of inhalen op de brug, dat is ook nu allemaal verboden. En bij uitzondering kan men een beroep doen op MSD en of het Korps Politie Suriname. En ook alleen urgente en noodzakelijke ministeriële en ambtelijke dienstreizen zullen nu worden goedgekeurd. Jogi reageerde er als volgt hierop. Ik vind dit besluit van de president heel prima. Jammer dat de president bij zijn aantreden als regering dit besluit niet direct had genomen. Dan hoefde die ontevredenheid niet te ontstaan over deze zaken en was de imago van de regering met betrekking tot deze zaken niet geschaad. Nu heeft de president ingegrepen, ik vind dat correct en zo. We hebben zelfs aanrijdingen gezien waar volgauto's aanrijdingen hebben gemaakt, dwars door het verkeer, bij stoplichten. Ik vind dit een goed signaal van de president die aangeeft dat er geluisterd is naar die samenleving, dat er geluisterd is naar issues die spelen in die samenleving. En ik denk dat de president op dezezelfde voet door moet gaan. Er zijn meer issues in die samenleving. Ik weet aan de andere kant dat financieel de zaak een beetje beperkt is. Maar wat praktisch uitvoerbaar is, moet uitgevoerd worden. En een van de zaken waar de president zonder meer bijzonder veel aandacht moet geven, is namelijk de goedgekeurde begroting van het ministerie van Sociale Zaken, waarop bijkans 3 miljard SRD is goedgekeurd om arme mensen te helpen en arme mensen te ondersteunen. Ik neem aan dat de president bij zijn consultatierondes bij elk gesprek heeft meegenomen en heeft gehad een issue van luister, alibi tranga, unomamoro, zijn heel veel arme mensen die niet meer door het leven kunnen en ze moeten ondersteuning krijgen. Terwijl die begroting goedgekeurd is, 3 miljard. De president heeft dat laten opnemen, het parlement heeft ondersteuning gegeven door goed te keuren. Staat de uitvoering daarvan, laat de uitvoering daarvan op zich wachten. En dat leidt tot heel veel ongerief en ontevredenheid bij die samenleving. En uiteindelijk, wie is de persoon die het gelag moet betalen? De president. Want alamai luku chan, als het te veel regent is het chan, als de zon te veel schijnt is het chan, als die wegen slecht zijn is het chan, als alles is chan. Ik begrijp dat. Men kijkt naar Santokhi, omdat meneer Santokhi de persoon is in het land naar wie je inderdaad kan kijken en moet kijken, omdat daar die hoop is en daar die vertrouwen is. Maar de president moet heel snel en correct handelen, toch? Om dat ding van sociale zaken op te lossen, te heroplossen. Baso loopt al, hij heeft ingegrepen en de mensen zouden geregistreerd worden. De mensen bijvoorbeeld die alleen maar AOV krijgen, heeft de president gezegd, die mensen gaan een extra ondersteuning krijgen. De mij wacht dan money. Toch? En als BBGO, of wie dan ook, niet kan registreren, met opot alle de RR-leden in de straat, met de maar wakker naar een formulier. Meneer, hoeveel krijgt u? Krijgt u AOV? Krijgt u meer voorzieningen? Nee, u hebt alleen maar AOV. Hoe heet u? Waar is uw ID-kaart? Waar hebt u gewerkt? Maak dan maar vul een formulier in en laat het gaan naar sociale zaken per district, per week. En laat dat verder screenen. En kook dan maar aan money, stort aan money, dan maar op de man bankrekening. Laat ze meer brood kunnen kopen en melk kunnen kopen. Dat is wat de samenleving nodig heeft. If you bear an angry bus, dan kan koning een soort mooi plan liggen regering. En volg een luka plan, en volg een beren. Dus dat is een punt. Een ander punt, wat zeker aandacht moet krijgen is, die president moet die grote ondernemers die zitten in de levensmiddelenbranche uitnodigen. Toch? Uitnodigen en model met ze bespreken. Niet één keer een pakket daar verdelen en een keertje een pakket daar. Toch? We moeten die mensen uitnodigen, praten met die jongens. Wat kost het? Het kost 6 miljoen, het kost 8 miljoen. Op maandbasis om deze 20 items binnen te brengen tegen zo'n tarief. Toch? Bas, gi allemaal een bon. Ga naar die winkel, haal je producten daar, deze 20 items, tegen een laag tarief. Niet gratis, tegen een laag tarief. Toch?
En dat is wat wij moeten doen. Dan heeft het volk op zijn minst eten, geen gratis eten, maar gekocht, maar veel en veel goedkoper. Dat gaat maken dat de andere mensen die importeren, omdat die man zijn aardappel niet meer, nou zeer moro, zijn uien en zijn suiker is duur en olie. En hoe zeer moro, wat gaat hij doen? Hij gaat ook dit maken. Waardoor je over de hele linie een drop gaat krijgen van die prijs. Hou ook rekening ermee dat wij niet als land de prijzen bepalen van goederen en diensten, maar dat de wereld dat voor ons bepaalt. Oekraïne hebben we gezien. We hebben gezien de vracht van een container van China naar hier in plaats van 4.000, 20.000. Al die factoren spelen een rol. Na die COVID-pandemie is de wereld anders geworden. Maar uiteindelijk, allemaal kost Chan. Alsof Chan die toverstok heeft en dat Chan alles heeft verslechterd in dit land. Dat is niet zo. Hij is bezig, hij doet zijn best, maar hij moet een aantal dingen sneller doen. En daarom ben ik Takitu, toch een aantal ministers moet hij uit de land sturen. Mensen die niet mee kunnen en die tempo niet kunnen bijbenen, die moeten even geparkeerd worden. Laat ze iets anders gaan doen. Toch? Maar je hebt mensen nodig die hard willen werken, net als de president. En vorderingen willen boeken en resultaten willen boeken, waardoor die samenleving tevreden is. Maar we zien dat de reshuffling, heer Jogi, waarover u het net hebt gehad, welke was aangekondigd voor augustus, september, wederom geparkeerd is. Ik hoop dat de president uit de consultaties ook signalen heeft opgevangen van president. Look, aan minister die financiën, boom. Aan minister die boom. Aan minister die boom. Maar look, dan 2 minister die zien, dan 3 minister die zien. Look, asani, want asan nego dape. Ik hoop dat hij die signalen ook heeft opgevangen. En dat de leiders ook in de coalitie open en eerlijk moeten zijn. Van luister, inderdaad, is een terechte zorg van die samenleving. Disney perform, Disney perform, Disney perform. President Kodri Puru. Dat we niet de president gaan dwarsliggen. Wat we ook merken, heer Jogi, we hebben het gehad over de volgauto's. Maar we zien nu ook dat bezoek alleen urgente en noodzakelijke ministeriële en ambtelijke dienstreizen nu goedgekeurd zullen worden. Dat is dus ook een manier van bezuinigen. Dat moest al lang gebeuren. Waarom heb ik een buitenlandse vertegenwoordiger in Brazilië? Wanneer die ambassadeur die job voor me kan doen, dan hoeft die minister daar niet te gaan. Je bent al daarom, ik ben voorstander van, geef ambassadeurs een contract. Geef directeuren van departementen, onderdirecteuren een contract. Je wordt niet in dienst genomen voor je hele leven. If you not perform, Bas, ik beëindig je contract na een jaar, ga naar huis. Ga tomaat planten. Ik ga je niet verzorgen je hele leven lang. En zo moeten onze mensen op de buitenlandse posten opdrachten krijgen, targets krijgen. Dit moet jij voor me doen in Europa. Dit moet jij voor me doen in Zuid-Amerika. Dit moet jij voor me doen in Amerika. Dit moet jij voor me doen in Azië. Afhankelijk en gekoppeld aan het beleid welke de regering heeft goedgekeurd. En de president is conform onze grondwet de man die het buitenlandsbeleid leiding geeft. Dus hij moet afstemmen en eruit of erin. We horen toppers, wanneer we zo gesprekken voeren, heer Jogi. We horen ze vaak horen zeggen van, met remikies van buitenlandse post. Zit ik 5 jaar daar maar, dan meer verdien wat money. Moet het zo zijn? Want ik bedoel, uiteindelijk is het de belastinggelden die daar. Is vanaf 1975, daarvoor had je een gevolmachtigde minister van Suriname in Nederland. Na de onafhankelijkheid van Suriname, dat is 47 jaar, hebben we buitenlandse missies. En laat een consultant of iemand heel netjes alles voor ons onderzoeken en vastleggen. Wat is het resultaat van al de buitenlandse missies van Suriname, die Suriname heeft vertegenwoordigd in het buitenland? Wat is de output? Is het land en hoe is het land daarvan beter geworden? Laten we dat publiceren. We moeten die hele buitenlandse dienst anders gaan inrichten. Het moet een prestatiegerichte dienst worden. Nogmaals, wie niet performt moet naar huis.